De Mariakapel in Groesbeek bij de Cosmas en Damianuskerk moeten worden gerestaureerd. Ook het Mariabeeld kan wel een opknapbeurt gebruiken. Omdat de kapel dit zelf niet bekostigd krijgt, is er een crowdfunding opgezet. Maandagochtend ging de actie van start. Toneer nu. Nou, pas. Rikkie Straatman is jarenlang koster geweest in de Groesbeekse kerk en nu is ze de drijvende veer achter de crowdfundingactie. Voor Rikkie is Maria en de naastgelegen Mariakapel altijd al belangrijk geweest. Ik heb iets met Maria. Ik ben de Maria vereerd en ik heb dus die kapel, die heb ik helemaal mezelf ingericht en alles gemaakt. Dus die was echt een heel belangrijk punt voor mij. De Mariakapel is aan renovatie toe en er moet veel gebeuren. Er is zoveel geverfd al in deze kapel dat er alle verf af moet. De stuklaag moet vernieuwd worden en daarna geschilderd worden of gesausd worden. De deur moet geschilderd worden. En ook het Maria-icoon wordt vervangen voor een nieuw beeld. En ons nieuwe Maria-beeld wat we van het bisdom Den Bosch hebben gekregen uit een kerk in Tilburg. Dat wordt in plaats van het icoon geplaatst en die willen we ook in het licht zetten. Dus Rikkie was gehecht aan het oude Maria-icoon. Dus ze moest even wennen aan het nieuwe beeld. Maar het valt goed in de smaak. Ik heb de icoon altijd heel erg mooi gevonden. Dus ja, we hadden een Maria in de kerk en net was de oude pastoor zei. En dat vond ik eigenlijk ook wel. Maar hun hebben tegenwoordig een nieuw bestuur en een nieuwe pastoor. Dus ik vind het een heel mooi beeld wat er nu komt. Dan moet ik ook zeggen, een heel mooie slanke Maria. Nee, ik vind het heel mooi. Om dit allemaal te kunnen bekostigen is er een crowdfundingsactie gestart. Ja, ik ben blij. Het moet inderdaad opgeknapt, dat ziet iedereen. En dus ik vind het goed. Ja, het hoefde van mij niet, maar ja, ze wilden dat graag. En ik vind het ook wel mooi, de mensen weten allemaal wie ik ben, want Rikkie kent iedereen. Dus dat is wel mooi.